De Graafschap onderging deze zomer een metamorfose met het afscheid van 6 spelers, het aantrekken van een nieuwe trainer en de komst van 5 nieuwe gezichten bij de Doetinchemers. Manager voetbalzaken Peter Hofstede ziet een positieve ontwikkeling in het team van trainer Reinier Robbemond. Reinier is een heel ander type dan Mike was, laten we dat voorop stellen. En Reinier is een trainer die een hele duidelijke visie heeft hoe hij wil spelen, wat hij verwacht van zijn spelers. Daar is hij elke dag mee bezig. Het is mooi om te zien hoe dat proces ook elke dag voortgezet wordt. Goed, uiteindelijk moet dat wel op de eerste competitiewedstrijd ook tot uiting komen. Maar tot op heden denk ik dat hij daar een uitstekend plan voor heeft. En ik moet ook zeggen dat de spelers het redelijk snel oppakken. Voor mogelijke versterkingen kijken Hofstede met name naar één bepaalde linie. We zijn achterin sowieso wat dun bezaaid. Ik denk dat we het op midden en voorop aardig voor elkaar hebben. Daar is wat keuze. Achterop zijn we kwetsbaar nog en zeker aan de linkerkant. Dus daar zijn we nog steeds aan het kijken, dat klopt. Daarnaast blijft de Graafschap volgens Hofstede attent op buitenkantjes. De manager voetbalzaken geeft aan dat er nog budget is voor een versterking. Voor die linksback in ieder geval. En dan gaan we even verder kijken waar we staan. Robbemond kreeg bij zijn aanstelling ook de taak mee om meer jeugd in het elftal in te passen. Met name voorin en op het middenveld lijken een aantal talenten sterk voor de dag te komen. Toch werden er in deze linies versterkingen gehaald. Maar volgens Hofstede is dat logisch. We hebben ongelooflijk veel goede talenten. Alleen die jongens zijn 17 jaar, net 17 geworden. Nou, je kunt van die jongens niet verwachten dat ze het elftal gaan dragen het komend seizoen. Ik denk wel dat ze minuten gaan maken. Uiteindelijk bepalen ze dat zelf. Ze moeten zelf laten zien dat ze goed genoeg zijn. Ik denk dat er een aantal zich snel gaan aandienen. Maar je kunt niet verwachten dat ze het elftal gaan dragen. Dus aan de hand van de andere jongens en minuten maken en dan ontwikkelen. Ik denk dat dat de weg is. En dat je daarmee ook de jongens het meeste helpt. Dus zo zien wij wel de ontwikkeling van de jeugdspelers. Supporters probeerden eerder een charme-offensief te lanceren om Klaas-Jan Hunt te laten bewegen terug te keren op de Vijverberg. De kans lijkt steeds kleiner te worden dat de spits uit Hummelo ook daadwerkelijk terugkeert. Er is geen gesprek geweest met Klaas-Jan. We hebben als club aangegeven dat wij daarvoor openstaan. Zowel bij hem als bij zijn zaakwaarnemer. En wij wachten eigenlijk op antwoord. En dat antwoord ligt bij Klaas-Jan, want wij kunnen dat proces niet versnellen. En wij hopen dat hij daar voor openstaat en dat gesprek aan wil gaan. Maar tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.